Ja, goedemiddag. Ik denk, neem maar eens even een live op, want ik zie goede berichten komen vanuit Amerika. Ik ben even de naam kwijt, maar de dame die meedoet aan de komende verkiezingen, 8 november, en die zegt, we are fed up with everything. Ze zijn er dus klaar mee, waar wij ook al lang klaar mee zijn, met al die maatregelen. Met Anthony Fauci, list en bedrog, die 30 jaar geleden al aangeklaagd is vanwege het maken van het AIDS-vaccin. Wat zeg je nou, Ted? Ja, onderzoek het maar eens. Ik heb dat 3 jaar geleden al gedeeld en daar ben ik van geband van deze platformen. Het maken van het AIDS-vaccin. Ja, AIDS is gecreëerd. Freddie Mercury was de eerste die daaraan dood moest, zodat het bekend werd aan de wereld dat het gevaarlijk was. Die zijn slachtoffers, Freddie Mercury. Waarom? Omdat hij zijn nodig Bohemian Rhapsody uit moest brengen. Waarom is Bohemian Rhapsody een nummer die hun eigenlijk niet uitgebracht wilden hebben? Dan heb ik het over de elite. Omdat de Bohemian Wave is de grave, is de grot waar ze altijd bij elkaar kwamen. De mannen die de lakens uitdeelden op de wereld. Dat is een geheime plek. En de Rhapsody is een sprookje. Vul het zelf maar in. Maar goed, daarop terugkomende, alles wat we nu zien en wat er nu gebeurt, is een joke. Is een lach, is een grap. Het is chemtrails, medicijnen. Alle welvaartsziektes die we hebben, het is allemaal gecreëerd. We mogen niet meer natuurlijke geneeswijze is in de ban gestopt. Kijk, hier komt weer een vliegtuig over. Ik zie er elke dag, elke paar minuten vliegtuigen overkomen. Er stort geen vliegtuig ongepland neer. Wat zeg je nou altijd? Ja, ook dat is allemaal gepland. Net zoals de Titanic. Het is gepland dat hij ten onder ging. Als er in het vliegtuig de verkeerde mensen zitten, laat ze neerstorten. Voor de rest stoten ze niet neer. Dat is zo betrouwbaar. Er zit ook geen 200.000 liter kerosine in zo'n vliegtuig. Het is allemaal list en bedrog. Als je weet wat je weet, dan weet je dat het is een drama. Maar goed. Trump. Trump betekent troef. Denk daar ook maar eens over na. Trump betekent troef. Dat is de troef die hun achter de hand hebben om door te drukken wat ze door willen drukken. Want Trump die komt zo meteen. Hij wordt misschien herkozen. Ik heb het al voorspeld dat hij herkozen wordt. Maar ik zie nu ontwikkelingen. Dat ze dus hun zin niet krijgen. Project Bluebeam wordt al over de wereld opgestart. Dat mensen UFO's gaan zien, daar wordt Hamas gedeeld. Ze zien zelfs al aartsengelen omhoog de hemel in gaan. Echt, ik lach me dood. Maar goed, er zijn mensen die zijn daar dood en doodsbang voor. Want die weten niet wat er gebeurt. En die zien het niet, die snappen het niet. En die hebben het niet door en ze zijn er niet mee bezig. Wij wel. Maar dit is de angst die erin moet blijven. De angst in de mensen. September, oktober zullen ze weer beginnen met een nieuwe pandemie. Alles ligt al klaar. Tot aan de spuiten aan toe. En dan begint het hele spel opnieuw. Dan zijn we in Europa en het NATO-gebied echt de vrijheid kwijt, hè mensen. Dan mag je zo meteen niet meer vliegen. Kom je het land niet meer uit. Kom je het eiland niet meer af. Het eiland wat Europa heeft. Ik heb het al vaker gezegd, maar dit gaat echt gebeuren. Die cryptocurrency die komt er met grootste gemak en de grootste snelheid doorheen. Die moet plaatsvinden. Laten ze zich niet in tegenhouden. Het mooie en de mooie ontwikkelingen is dan nu deze dame inderdaad in Amerika die er tegenop staat en zich waarschijnlijk verkiesbaar heeft gesteld. Dat heb ik dus even niet bekeken, maar ik was zo blij. Ik denk, ik neem even een live op. De Afrikanen hier, die hebben nu dus al gezegd, Nigeria heeft gezegd tegen Frankrijk, jullie krijgen geen uranium meer. Kijk, Afrika is het, niet omdat ik hier nou toevallig zit, maar ik zit hier met een reden in Egypte, maar is het continent wat alles heeft. Vele malen groter als vanaf wat voorgesteld, vele malen machtiger. Ze hebben zich altijd laten leegroven door ons westerlingen. Nu zeggen ze van, en steeds meer Afrikaanse landen zeggen dat, nee. Als jullie wat willen hebben, kunnen jullie ervoor betalen op onze voorwaarden. Ze krijgen dus niet zomaar alles gratis en van niks meer uit Afrika en ze leggen er zelfs een ban op. Ze helpen Poetin mee om de sancties die op hem liggen, weer terug te draaien. Poetin gaat het spelletje winnen samen met de Afrikanen. Met de Mohammedanen, wat ik al vaker geroept heb. Het staat ook in de Bijbel geschreven. Het staat in de Koran. In de eindtijd zal het leger van Egypte samenwerken met het leger van Moloch. En Moloch is het leger van Rusland. Er gaat een oorlog ontstaan. Je ziet het wat er gebeurt nu op de straten met al die vluchtelingen. Zogenaamde vluchtelingen. Dat is de herbevolkingsagenda. Die mensen zijn allemaal mannen. Alle mannen die nu in Europa rondlopen, die komen om onze vrouwen te verkrachten. Die komen om verdeel en heers te bekokstoven. Die komen om onrust te stoken. Het is de bedoeling dat er een burgeroorlog uitbreekt, zodat wij elkaar afmaken. Jongens, echt, we moeten nu echt op gaan letten.
We zijn aan de winnende hand, dat merk ik wel. Want de energie is echt hoog, die van mij ook. Ik blijf ondanks dit heel hoog in de energie zitten. Want ik weet gewoon dat ze daar niet tegen kunnen en daar niet doorheen komen. En daarom gaan ze het ook niet redden. Want onze energie blijft hun in de vernauwing drukken. En dat moeten we blijven doen. Liefde, 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 liefde. Have a nice day. Give a smile away.